Het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, heeft in de maanden april, mei en september dit jaar een bedrijventelling gehouden. Daarbij is er up-to-date informatie verzameld over onder meer het aantal bedrijven, het type bedrijven en het aantal werkzame personen. Op een vandaag gehouden persconferentie heeft de directeur, tevens projectleider bedrijventelling, BTEL, bij het ABS, Ivan Snow, aangegeven dat de bedrijventelling erg relevant is omdat dit inzicht geeft in de economische situatie. De voorlopige resultaten voor Nikeri, Koroni, Saramaka, Komowijnen, Marowijnen, Para, Brokopondo en Sipaliwini zijn vanmorgen gepresenteerd in de ABS-vergaderzaal. Ook zijn de voorlopige BTEL-resultaten buiten Paramaribo en Wanica overhandigd aan geselecteerden. De plaatsvervangende projectleider bedrijventelling Giliano Kornaar presenteerde het aantal getelde bedrijven dat in categorieën was ingedeeld. De doelgroepen die gebruik kunnen maken van deze statistiekcijfers zijn de overheid en het bedrijfsleven zelf. Het ABS beschikt nog niet over het definitieve aantal bedrijven in Suriname. Gelet op de voorlopige resultaten kan het ABS niet aangeven hoeveel bedrijven hun deuren inmiddels hebben gesloten.